Wat was doorslaggevend vandaag? Ik denk doorslaggevend het eerste gedeelte. Op het moment dat wij op 0-3 komen. En denk ik die rode kaart. Toen was hij in de tweede helft eigenlijk gespeeld. Hoe komen jullie op 0-3? Want dat moet het natuurlijk. Dat hebben we hier nog niet vaak meegemaakt, 0-3. Waarom lukt het RKVV wel vandaag? Omdat wij gewoon, denk ik, niet in het spelletje van Zwolle mee zijn gegaan. Wat is dat spelletje? Ja goed, dat is lange halen naar voren toe en er is niks mis mee. Blijft altijd gevaarlijk als die bal goed valt. Maar goed, deze keer vallen ze dus niet goed. En in de overname, wij nemen die ballen over. En dan is het binnen een paar schijven is het, afmaken en klaar. Wat vooral opviel is dat Zwolle achterin heel erg veel moeite had met de snelle mensen van RKVV voorin. Hebben jullie daar vooraf ook over gepraat? Nou, niet zozeer over gepraat. De mensen die er nu staan, die staan er altijd. Dus daar zit niet zo gek veel verschil in. Kijk, we weten onze kwaliteiten, met name voorin. We hebben snelheid. We hebben mensen die met name met Nijari een stuk voetbalverstand. Nou goed, die steekt die ballen er tussendoor. En hij heeft mensen die gaan lopen. Van der Horst en Kevely. En dan uiteindelijk, ja goed. Van der Horst die maakt eigenlijk binnen een paar seconden maakt die wedstrijd voor ons bijna op slot. Als ik jullie vandaag zag voetballen, vind ik het raar dat jullie pas 7 punten hebben. Dat vind ik zelf ook, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, we hebben meer van dit soort wedstrijden gehad. En goed, toen maakten wij de kansen niet af. En nu doen we het een keer wel. Aan de ene kant kun je zien hoe gevaarlijk we zijn. Maar goed, we blijven nog steeds kwetsbaar daarin. Want natuurlijk 4 thuiswedstrijden verliezen, dat is eigenlijk helemaal niks. 4 thuiswedstrijden verliezen? Hebben jullie dan uit een andere tactiek als thuis? Nee, absoluut niet. Dat blijft. Wat is dan het verschil? Dat verschilt net wat ik zeg, de kansen die krijgen wij thuis ook en soms nog meer. Alleen ja, nu zitten we in de fase dat we ze wel maken. We hebben laatst tegen de treffers gespeeld. Nou goed, wordt het 1-6 en vandaag wordt het hier 1-5. Dus ja, goed. Uiteindelijk denk ik dat we weer op de goede koers zitten. De hoofdklasse C dit jaar ziet er een beetje uit dat iedereen van elkaar kan winnen. Ben je daar met me eens? Helemaal mee eens. Dus eigenlijk de laatste jaren is dat niveauverschil is eigenlijk niet heel. Op het moment dat je even een mindere dag hebt, een slechte dag, goed, dan word je gewoon afgeslacht.